Pakweg zo'n 600 jaar geleden had het er al eens gestaan. En nu is het weer terug op een schoon plekje neven de Roer in de Veurstad. Het kapelke werd zondig ingezegend. Van Sint Jacobus en de Pijperstocks Foundation rekenen u van harte welkom bij de inwijding van deze kapel. Meneer Pijpers, dit moet toch wel een fantastisch moment zijn voor u? Dit is een fantastisch moment, jazeker. We hebben er 2,5 jaar aan gewerkt, we hebben er 5 jaar over gedacht van tevoren. En we hadden de strop gereiken 5 jaar geleden dat het zo'n weer zou zijn als het nu is. Nog even terug in de tijd, 5 jaar geleden, wie is dit plan ontstaan ooit? Nou, ik woon hier in de Veurstad Sint-Jacob. Dus waarom heet die Veurstad Sint-Jacob? Heb ik me in de tijd wel eens afgevraagd, een jaar of 20 geleden toen ik hier kwam wonen. Nou, dat is genoemd, die Veurstad, naar een kapel die hier ooit gestangen heeft. In 1380 is die geboet, die is in 1580 afgebroken, dus zoveel eeuwen geleden al. Het Witte Kerkje, wat een Jacobuskapel bikerk was, dat is uit de deels ontrokken. En toen dacht ik van, dan zou het toch goed zijn om hier weer in de Jacobuskapel te zitten. En, maar dan niet zo'n grote als de Rome, maar gewoon een devotiekapel op weg naar Santiago. Dat was eigenlijk de reden. En ik heb een stichting, de Pijperstock Foundation, die heeft dat voor een groot gedeelte ook met gefinancierd. We zijn begonnen samen met de broederschap, waar ik dus ook lid van ben. En ik ben de voorzitter geworden namens de broederschap van de bouw, als bouwkaploon. Dat was eigenlijk de reden. Ja, en hoe vandaag steeds de dag, ze is ingewijd. En dit wordt denk ik wel, inderdaad zoals ik al aangeef, op weg naar Santiago de Compostela, een belangrijk punt. Hè? Het is het eerste punt naar de kathedraal van Romein, wat als rustplek kan gewaan worden. Je kunt zien, hier een fantastisch plekje aan de Roer. Het kent niet beter dan dit. Achteruit zijn we ook een heleboel pelgrims eigenlijk, hè? Gewoon die nog onderweg of zijn die onderweg? Dat is een speciale tocht die we georganiseerd hebben. Een tweedaagse tocht die is van het noorden naar Romein gaat en nu vandaag van het zuiden naar Romein gaat. En we hebben gepland dat die om 5 voor 5 hier aanwezig zijn. En die worden precies op 10. Dus die zijn een hele tocht hebben ze gemaakt dan? Ze hebben nu een klein tochtje gemaakt. Maar het gaat eigenlijk om te oefenen van wie gaat zonder tocht. En een aantal mensen zijn al dukker geweest dan Santiago. Een aantal zijn van plan te gaan, ja. Wel heel bijzonder en symbolisch dat ze hier nu vandaag erbij zijn. Dat is het ook. En vandaar heb ik dus ook moeten werken om de stempel, want elk kreeg een stempel, dat duurt men het voor, om dit te krijgen en dat heb ik bij me gekregen, zo duidelijk. Ja, ja. Ja, maak een foto. De eerste stempel. Kerel. Ja. Wat betekent dit? Deze stempel, dat is de stempel die gemaakt is van dit kapelke. Deze is gemaakt, dat is de stempel van herten van Wim Kloet van de kapelke en deze in Toor. We gaan nu vrijdag naar Porto, naar Fatima nog overlopen, maar ik wil deze stempel als eerste hebben. Ja, voor in die credential, want hij kunt helemaal, waarschijnlijk helemaal vol te staan. Dus. Je hebt nog een hele route te gaan dan? Nou, ik denk dat het 9 jaar geleden hebben we van Hiut of van Kerkrooi, waar ik nu woon, gelopen. Dat was 2700 kilometer en nu gaan we 700 kilometer. Nu zijn we Pelgrim Light. En heb je al geoefend weer een beetje? Ja, vandaag en gisteren. 2 prachtige dagen gehad met 25 mensen. Weer een hele familie, dus wat echt gewoon mooi. Ook het onthaal, alles. En ook de inzegening van dit kapel is toch wel heel bijzonder weer. Ook weer een aanwinst voor Romein. Is dit ook het schone daarvan? Zoveel mensen ontmoeten, zoveel dingen zijn? Ja, de ontmoetingen, de onverwachte dingen. Bijvoorbeeld vandaag, we kosten in het kerkje van Wessen wordt het afgesproken. Daar kwam een boer met een kist met appelen. Dus we kosten appelen krijgen. Dus er gebeurt altijd het onverwachts. En dat is juist het mooie van pelgrimeren. Niks is voorbereid, alles komt op de avond.
Heel veel succes en goede reis. Dankjewel. Met de bouw van het kapel eindigt het niet. Hè? Hier als broederschap wilt natuurlijk nog volop actief blijven. Hè? Nou, het broederschap is dit een onderdeel van ons plan om ons meer de gemeenschap van de Romein te presenteren. We willen dus dit pleintje omgaaien als een rustpunt in de Veurstad, voor de Veurstad, voor gans Romein. En dus ziet het fantastisch geel. En een hele fijne dag nog. Dank u wel.